Op 1 mei blesseerde Stijn Wuitens in de thuiswedstrijd tegen Vitesse zijn rechterknie. Een operatie en ruime revalidatie zijn de gevolgen. 6 weken later stapt hij alweer soepel over de boarding van de hertgang. Ja, voor zover het kan gaat het eigenlijk goed. Dus we zijn na de operatie begonnen met behandelen. En we zijn nu iets meer dan een maand bezig en we lopen nu altijd op schema. Tussen al die behandelingen door heeft Stijn Wuitens wel even tijd om naar Eindhoven te komen en te kijken naar zijn ploeggenoten die hun eerste rondjes draaien. Fred Rutte was blij om hem te zien. Ja, ik probeer zoveel mogelijk contact te hebben met dat soort jongens die zeg maar buiten Eindhoven revalideren. Een zware operatie heeft gehad en dan is het wel heel erg prettig als hij af en toe zijn gezicht laat zien bij deze club. En dan hou je namelijk wel die binding en het gaat voortvarend, wat ik heb begrepen. Dus dat is heel erg goed voor Stijn en heel erg goed voor PSV. Ik heb nu wel de ergste periode gehad. De eerste 3 weken waren wel heel pijnlijk. Maar ja, nu gaat het goed, nu kan ik oefeningen doen. Dus nu is het gewoon 5 maanden trainen naar mijn oude niveau. Wat doe je dat, die hersteltrainingen? Ja, ik herstel in Antwerpen. Dus, daar ben je ook geopereerd, hè? Ja, daar ben ik geopereerd. En daar is elke dag een begeleider bij. Dus, ik heb gewoon heel goede behandeling, dus ik hoop zo snel mogelijk weer fit te zijn. En de knie zelf, hoe voelt die? Ja, hij is nog een beetje dik en het strekken en buigen moet nog beter. Maar ik ben pijnvrij nu, dus dat is toch al heel belangrijk. En ik kan al redelijk oefeningen doen, dus ik ben wel tevreden.